main event wel toch soort van interessant of zo. Ik bedoel, het is sowieso interessant, even voor de duidelijkheid. Maar wat ik bedoel is natuurlijk dat we allemaal ervan uitgaan dat Islam wint. Maar ja, wie weet, Poirier is natuurlijk wel gewoon een geweldige vechter. Je weet het nooit. En ik hou ook wel van die confidence, hè, van tevoren wat hij zegt. Dat maakt het allemaal toch weer net wat, wie weet, slaat hij hem toch nog niet. Ik zeg het al een paar weken. Jij zegt ik het, heb he? Een raar onderbuikgevoel. Dat heb ik niet vaak. Ik sta nu 3-on-3 met underdogs afgelopen tijd. En hij is zware underdog. Ik heb sowieso al geld op hem gezet. Je had Garcia ingezet. Ik had Ryan Garcia. Wel gepakt op doping dus. Ja, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Doekoe is op je rek. Binnen. Ja. Ik had Chico Kwasi, dat is de middleweight champion. Ook zware onderdok, quotering van 5 of zo. Ja, en Usyk. En ik had Usyk. Usyk had ik dan geen geld op gezet, maar ik dacht wel echt dat hij zou winnen. En ik heb interviews gekeken. Zeg maar, soms zeggen ze dat de stars align, toch? Dat alles bij elkaar komt op het perfecte moment. En ik denk dat dit zo'n momentje is, man. Dat Islam, ik denk dat Islam een onderschat, sowieso. Ja. Poirier weet dat het zijn allerlaatste kans is. Het is zijn derde kans. 3 maal scheepsrecht, zou je zeggen. Mm-hmm. Kijk, Poirier kan je zo... Die quotering is ook weer 94 of zo. Ook echt, vind ik, heel hoog voor Poirier. Ik zou Poirier tegen niemand in de lightweight divisie... Dat hebben we vorige keer ook al gezien. Nu is Islam een heel ander kaliber dan Benoît Saint-Denis. Maar... Het valt allemaal goed, zeg maar. Gaethje moest verliezen van Holloway. Oliveira moest verliezen van Armaan Sarukian. Mm-hmm. Sarukian moest dat gevecht niet aannemen. Hij krijgt hem dan opeens in zijn schoot geworpen. Islam had hem eigenlijk helemaal niet op zijn radar. Maar denk van, ja, weet je wat? Pak hem wel even. Yeah. En Poirier kan iedereen knock-out slaan in de divisie. Ja, ik heb wel hetzelfde gevoel dat het zomaar kan gebeuren. Maar misschien is dat ook een beetje omdat je het graag wil. Ja, dat kan ook. Maar ik denk ook ten eerste dat Islam vindt zichzelf een goede strijker. Ja. En dat kan een probleem zijn. Hij gaat eerst met hem staan. Hij wil, denk ik, laten zien van jullie denken dat hij Poirier is. Denk je? Dat denk ik wel. Ik denk het wel. Hij vindt zichzelf hard. Hij komt net van een KO. Hij vindt zichzelf hard. Hij denkt, ik ben niet alleen een wrestler. Heb je nog los van die KO, heb je ook dat in soort in interviews of zo gezien of iets, dat hij daarover spreekt? Nee, maar ik merk het gewoon aan hem. Hij vindt zichzelf een goede strijker. Hij wil laten zien dat hij completere Dagestani vechter is. Ja. Hij zei dat hij iets speciaals in gedachten had dat had ik ook. Want Khabib heeft hem natuurlijk, heeft Poirier gesubmit in zijn titelgevecht. Ja. En Oliveira heeft Poirier ook gesubmit. Zoiets zei hij af. Hij zei van, ik heb voor dit gevecht heb ik iets speciaals in gedacht. Hij is al zo vaak gesubmit, ik kan niet weer met zoiets komen, ik heb iets speciaals. Ja, dat soort dingen moet je niet zeggen. Nee. Maar ik denk ergens wel, hij is aan het trainen met Khabib en ik geloof niet dat hij hem minder hard gaat trainen of in die zin onderschatten. Ja... Dat denk ik niet. Ik denk niet dat hij niet hard gaat trainen. Ik denk dat het gewoon een robot is die altijd hard traint. Maar ik denk tegelijkertijd wel dat de drive en motivatie van Poirier is gewoon groter. Ja, dus dat is altijd gevaarlijk. Dus ook los van de training daarvoor, gewoon hoe je in die kooi staat. Poirier staat daar van, bro, dit is mijn moment in mijn leven. Ja. De laatste kans om de titel te... Hij zei ook iets dat zijn dochtertje voor het eerst... Cage-side zijn gevecht gaat kijken. Voor zijn laatste kans op de titel. Die man staat daar anders dan Islam. Islam staat daar zo van... is een soort tussendoortje tegen iemand die niet kan wrestelen. Ja, precies. Voor Poirier is het zeg maar dit waar hij zijn hele leven van heeft gedroomd. Hij weet dat dit zijn allerlaatste kans is. Ja. En natuurlijk kan hij alsnog gewoon... kan Islam hem gewoon overklassen. Ja. Maar ik vind het een beetje... In ieder geval vind ik die odds veel te hoog. Daarom heb ik erop gezet voor Poirier. Je hebt ze al ingezet. Ja, ze vechten dus ook op Lafayette Street, hè? Ja? Ja, dat is ook zoiets... Ja, ik geloof eigenlijk niet erbij. Maar het is toch in New York of zo? Ja, maar die straat heet Lafayette Street. De plek waar Poirier vandaan komt. Dit is het... En nog iets. Al de stars alive. Nog iets. Hebben jullie die statistiek gezien van Costa? Ja, ik zag het, ja. Heb je het gezien? Ja, ik heb het gezien. Het is best een lijpe statistiek. Ik ben echt... Ik geloof totaal niet in die dingen. Maar die statistiek is lijp. Wat is het? 8-0? Dus elke keer als Costa op de kaart stond... hebben de kampioenen op die kaart
verloren. Dus, maar hoeveel zijn acht waren er? Of ja, twee, dus ja. Alle de kampioenen ja, die op ja, die kaart ja, staan, nul wins, acht verliezen. Had jij dat gepost? Ja, ja, ik zag ja, het ja, ergens gezien. In, ja, klopt. En bij één kaart stond hij zelfs op die kaart van 217 of zo. Toen hadden drie kampioenen kwamen in actie, hadden alle drie de kampioenen verloren. Dus wie weet. Het zijn grappige feitjes. We ja. geloven daar niet in. Of ik geloof er sowieso niet in. Maar het is wel nee. leuk om te benoemen. Misschien... Wie weet, jongens. Ja, ik zou het echt geweldig vinden. Ja. Ik zou het echt zo hard vinden. Maar... Gewoon dat Poirier het op het laatst nog flikt. Hij verdient die titel wel. Kijk, weet je wat zo mooi is, bro, van dit soort van vechtsport? Dat we het toch weer voor elkaar krijgen om spanning erin te zetten. Ja. Door deze gesprekken. Ja. In het begin, als ik een paar weken geleden zou, of een paar maanden geleden, ah, Poirier, en nu wordt het toch weer, nou, wie weet slaat hij hem knock-out. Ja, en dat kan altijd. Kan altijd. Dat maakt zo'n gevecht altijd weer interessant als het dichterbij komt. Dat je het ook gewoon hoopt, toch? Ja. Hij werd ook gewoon gedomineerd door Benoît Saint-Denis eigenlijk op de grond. Naar de grond gehaald. Ja. Maar ja, hij slaat hem toch wel weer KO. Ja, hoeveel kans krijgt hij om staan te vechten met Islam? Ik hoop dat je gelijk hebt dat Islam wil laten zien dat hij hem ook staand kan pakken. Want dan heeft hij echt kansen om hem even goed te raken. Ja. Maar ik denk, als Islam gaat niet snel knockie. Als hij wel een klap krijgt, dan moet hij gelijk perfect zijn. Maar als Islam ook al maar een beetje ziet van, ja, het wordt een beetje gevaarlijk, ja, haalt hij die man gewoon naar de grond. Ja, dat denk ik ook wel. Als het gewoon niet zo lekker loopt, gaat hij naar de grond halen. Ja. Maar ik denk dat hij eerst gaat checken. Ja. Ja, en dan moet Poirier letterlijk de perfect shot raken, zeg maar. Ja. Hij moet gewoon een beetje meezitten, maar... Hoeft niet eens de perfect shot. Stel, hij raakt hem gewoon goed dat Islam gewoon dizzy is. Dan dat bedoel ik. Dat ja. zie ik ook als een perfect ja, shot. Ja, ja, ja. Gewoon iets raken dat hij hem echt eventjes... Dat even dizzy is en dat hij niet meer goed ja. weet wat en hij moet doen. Kan... En dan... Ja. En als hoe langer Islam die striking wil testen, hoe meer kansen daarvoor is. En ik hoop het vooral. Gewoon. Ik ben benieuwd of andere mensen die dit kijken, kijken jullie er ook zo naar? Of denken jullie echt allemaal, nee, easy win? Of hebben jullie ook nog wel een soort van spanning? Qua stijl, op papier zou het toch wel gewoon dat moeten zijn. Heerlijk is eerlijk. Ja. Maar het is MMA. Het eigenlijk kan... is het is, ja, het is... Dingen als een easy win op dat niveau, zeg maar. We hebben dit jaar, de afgelopen 2 jaar, gekkere dingen gezien. Ja. Dus. Ja, hij heeft dan natuurlijk wel 1 keer verloren, Islam. Maar ik denk dan toch weer terug nog steeds aan Khabib. En ja, dat was wel gewoon elke keer je zei het, maar het gebeurde ook gewoon. En de laatste tijd ziet Islam er wel echt top uit, gewoon, weet je. Maar dat zei Daniel Cormier, ik keek vandaag een interview van hem. Hij zei ook van... Als tegenstanders naar Khabib keken, dan zagen ze gewoon... Je zag eigenlijk niet echt veel zwakte punten, want hij had elke ronde bijna gewonnen. Behalve van Conor dan 1 ronde. Ja. Maar hij won elke ronde. Maar Islam heeft wel zwakkere momenten laten zien. Ja. Tegen Volk, die eerste gevecht. Tegen Volk. Ja. En hij is KO gegaan. Hij is KO gegaan, dus het kan, ze kunnen KO gaan. Ja, ja. Dus ja, we gaan het zien. Maar de kans is alsnog natuurlijk heel klein. Ja. En ja, ik hoop het vooral, bro. Want stel je voor... Ja. Dan ligt die divisie weer helemaal open. Dan wordt die fight van Conor weer nog meer beladen. Want als Conor dan wint, dan krijg je gewoon... Waarschijnlijk titelgevecht. Poirier, Conor voor lightweight belt weer. Dat vierde gevecht, dat zou echt lijf zijn als dat er dan komt. Ja. Conor tegen Poirier, Conor wint, Conor tegen Islam. Ja, ja, ja. Toch nog. Ja, ja. Alleen Poirier had wel gezegd van, ik wil niet meer tegen Conor, zoiets. I don't need it. Ga je back, man. Alsjeblieft. Ja, maar ja, we horen hem wel als hij die belt heeft. Ja, dat denk ik ook. Ik denk, ik geloof wel wat hij zegt, dat hij nu denkt van, ja, ik heb dat niet per se nodig. Maar ik denk dat als hij... Islam KO slaat, dan zit hij er lekker in, toch? Dan zit hij lekker in zijn vel. Hij heeft die titel. Dan denkt hij, bro, laat me nog een gekke bag pakken met die titel. Ik pak pay-per-view punten op die pay-per-view van Conor. Ja, man, de man wil sowieso knaken. Dan gaat hij sowieso instemmen. Dan heeft hij het gevecht van zijn leven voor de titel tegen Conor. Hij pakt lijp op die pay-per-view. Wat wil je nog meer? Ja, man. Denken jullie dat hij, als hij verliest, dat hij gaat stoppen, Poirier? Als hij verliest? Mm-hmm.
Ik denk het wel. Dat zou goed kunnen, man. Ja. Hij heeft wel een beetje van die opmerkingen gemaakt. Hij gaat niet de Tony Ferguson Nee, zeker niet. Hij zit er al flink over na te denken, maar hij is heel blij dat hij deze kans natuurlijk heeft. Ja, ik denk het wel. En ik snap het ook wel. Als hij nu verliest, is er ook... Hij heeft al die grote namen in de divisie al gehad. Dus wat voor groot gevecht kan je nog maken? Als ik hem was, ik zou nu verliezen, zou ik denk ik ook stoppen. Ja, volgens mij is zo'n familieman. Hij heeft die hot sauce. Hij gaat gewoon een beetje ondernemen. En dat vindt hij ook. Zware fights gehad. Ja, man. Veel hersenschade, bro. Ja. Dus ja, ik denk het wel.